Ja, Dick, je staat voor de eregalerij, hè? Je staat nog niet tussen. Ja, je staat. Ja, nee, je staat voor de eregalerij, nog niet daartussen. Het is omdat jij het zei, hè? We gaan hier voor staan. Maar ik moet zeggen, ja, dit is de historie natuurlijk. Dit is wel een beetje Duno, toen. 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 Ja. Dat zijn allemaal teams die wel iets hebben bereikt. Jij hebt nog helemaal niks eigenlijk, hè? Helemaal niks. Heb je al een prijs met Duno, of niet? Nee. Weet je, een beetje praatjes, krijg ik het idee. Ik krijg helemaal geen praatjes. Nou, je binnen in de kantine gedragen alsof je en de eerste en de tweede en de derde periode titel binnen hebt. Oh, we gaan die tour op. Dit mm-hmm. gesprek gaat ja, dus deze ja, de mensen erin gaan. De witte broodsweken zijn voorbij, Dick. Het is nu mes op tafel. Ja, maar het blijft hetzelfde, Henk. Ja? Ja. Maar hoe gaat het, Betje? Je hebt heel veel punten binnen. Ja. Dat is eigenlijk wel knap. Dankjewel. Hoe komt dat? Nou, gewoon precies zoals we het in het begin ook hebben gedaan, zo zijn we nu nog steeds bezig. Ja, en dan komt na 6 wedstrijden komt die eerste periode in zicht. Ja, droom je daar wel eens van een beetje? Nee. Hebben die nou waarde, die periodes, Dick, hè, in dat voetbal? Volgens mij is dat de meest makkelijke manier om te promoveren. Hm. Dus nou, je wil wel hebben, eigenlijk, die periode? Dat denk ik zelf. Nou, jij bent wel van de feesten volgens mij, naar partijen. Precies. Dus volgens mij, al zou je er niks aan overhouden, dan wil je toch binnenhalen om dat feestje te vieren. Ja, feestje. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben afgelopen zaterdag hebben we ook een ontzettend mooi feest hier gehad. Vrijwilligersavond. Ik heb hem vaker zo gehad, bij andere clubs. Maar dit was wel heel leuk. Er waren, ik meen iets van 150 vrijwilligers hier zo. En dan kun je toch wel zien dat het een ontzettend mooie club is eigenlijk. Ik was wel blij daartussen te lopen. Nou, als het niet vrijwilliger, voelde ik zeer... Jij was gast op de vrijwilligersavond. Ja, maar zo heb ik het ook vertaald. Ja. Maar even terug naar de periodes. Die is toch wel dichtbij. Ik weet dat je het een beetje wil overlaten aan we zien wel, maar... Nou, we zien niet wel. Tuurlijk. 2 wedstrijden. 4 punten is net te weinig om hem zeker te hebben. Dus ja, zaterdag, hoe dan ook... mag niet verliezen. Nou, Naaldwijk, Duno. Naaldwijk, Duno. Uitgestelde wedstrijd die we nu toch gaan spelen. Ja. Hoe liggen de kansen? Ja, Naaldwijk, in het begin wat stroef, maar 5 gespeeld, 9 punten. Dus met alle respect, die hebben gewoon een leuke ploeg staan. En als zij, stel eventjes heel simpel, zij winnen hem, en ze winnen de inhaalwedstrijd, dan staan ze gewoon gelijk met ons. Zo makkelijk is het. Ja, verschillen zijn nog niet zo groot. Nee. Ja, je zegt dat de kracht van de Duno ligt in de teamspirit. Is dat nog steeds hoe je er zo over denkt? Of zijn er inmiddels andere dingen bijgekomen? Nou ja, het is ook een kwestie van wel beter worden met z'n allen. Mm-hmm. En de ene wedstrijd zie je dat wel meer dan de ander. Afgelopen zaterdag was het iets minder. Maar aan de andere kant, je geeft helemaal niks weg. Mm-hmm. Dan vind ik dat wel leuk. Of het leedvermaak is een ander verhaal, maar leuk om te zien dat een ploeg als Gouda de eerste 10 minuten best goed deed, eigenlijk beter deed dan ons, maar die het zelf helemaal weggooien door alleen maar het loopt te ouwehoeren, loopt te zeuren en te zeiken. En als je dan een bal tegen een scheidsrechter aan wil schieten en je tweede gele kaart erdoor krijgt, ja, moet je niet later de scheidsrechter aangevallen. Jij vond dat hij goed floot? Ik vond dat hij prima floot. En met alle respect, wat er al meteen gezegd is op het moment dat hij naar de kleedkamer liep. Nou, ik hoop niet dat ze voor Gouden dat hij dat in zijn rapport schrijft. Mm-hmm. Oké, okay. Vooruitblikkend, want intussen heb je die punten binnengehaald. Ja. Jij weet hoe je Naaldwijk kunt gaan bestrijden? Ja. Nou, vertel eens. Nou, weet je, natuurlijk, ik wil het best vertellen, maar dat gaan we even al straks doen aan het barretje. Ja, maar je bent er wel laat. Ja hoor. We hebben alleen jammer genoeg een zieke. Okay. Misschien een half fitte speler. Maar goed, er zijn genoeg mensen achter om dat op te vullen. Met je trainers praten, Dick? Blessures, zieke? Ja, maar goed, er zijn er genoeg achter die ik op kunnen vullen. Dus okay. We gaan gewoon met 11 man aan de start. Je begint wel met z'n 11 zaterdag? Ja. Voor alle zekerheid? Ik denk het wel. Okay. Wanneer ben je zaterdag tevreden? 3 punten. Oké, okay. Dus ja, dan kun je zeggen puntje en dan blijf je in de race. Ja, maar goed, je kan beter hoog inzetten. Nee, maar goed, tuurlijk. Het wordt gewoon een hele zware wedstrijd. Als Naaldwijk denkt, we doen het eventjes thuis, dan hebben ze het mis. We weten donders goed dat het gewoon een hele zware wedstrijd wordt.
Even terugkijken nog. Ben je nou anders gaan voetballen in de afgelopen wedstrijden? Hoe heeft zich dat ontwikkeld bij Dynamo? Je hebt de groep leren kennen. Heb je nog dingen, accenten verschoven? Ja, kijk, je probeert evenwicht te krijgen. Achterin is de balans goed. Voorin is dat ook wel duidelijk. Ja, en op het middenveld probeer je een balans te zoeken. In het begin was dat iets te aanvallend, waardoor het gat op het middenveld in de verdediging lag. Ja, en nu zit het te vaker dat het gat op het middenveld naar de aanval ligt. Ja, dan moet je een keuze in maken of je daar waar je dat gat laat vallen. Mm-hmm. En moet je eerlijk zeggen, ik ben wel tevreden zoals het nu gaat. En ben je net zo trots op die spelers zoals die teams hier staan, denk je een beetje? Nou ja, ik weet niet of hun periodetitels helemaal geldt. Die hadden ze toen nog niet, denk ik. Of dat ze ook... Hadden ze gewoon kampioenschappen. Ja, of dat ze allemaal in de tweede klasse hebben gespeeld. Nou, er zijn er bij die nog hoger hebben gevoeld, ja. Goed, maar dan hang je 12 foto's, dus dat kan ik ook wel tellen. Nee, die heb je niet allemaal. Ja. Okay. Ja, ook weer zijn elftal. Ik ben in ieder geval ontzettend trots op de spelers die er nu staan. Hmm. Maar nog belangrijker ook wel trots op al de mensen die er omheen lopen. Oké, want dat gaat goed. Ja, gaat super. Heb je nou zin? Of ben je al benaderd door andere clubs? Dat kan ik ook eens vragen. Het begint november te worden bijna. Ja. De eerste trainers die weggaan hebben zich al gemeld. Ja. En? Ik heb bij Quintus gezegd dat ik daar langdurig wilde zitten. Dat is helaas niet doorgegaan. Nee. En ik heb hier ook gezegd dat ik langer wil zitten dan een jaar. Heb je het wel eens in? En als je een beetje de verhoudingen bekijkt, of in ieder geval de historie van mij bekijkt, ja, dan is denk ik Quintus een uitzondering geweest. Oké. Succes zaterdag. Dankjewel. Feestje of klein feestje? Klein feestje. Als het lukt. Als het lukt. En anders op naar die wedstrijd erop. Succes. Dankjewel.